Veen. Dag dames en heren, hartelijk welkom terug bij nog steeds de 100ste hit bingo. We hebben nog steeds een klein feestje. André van Duin, Wendy en Ron Brandsteder zijn er ook nog steeds. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat jullie er nog zijn. We gaan spelen om het hele speelveld. Jullie spelen niet meer voor de mensen in de zaal, dat is nu voorbij. Voor onszelf. Maar jullie spelen nu voor jullie zelf. Ja? Nu wordt het interessant. Oké. Je gaat mee op tafel. Nou, je kan eraan vandaag. Ik ben er klaar voor. Goed, dames en heren, weet het, u speelt deze week... Met... Kan ik vast de perskaart geven? Nee, dan moet je eerst een vraag goed beantwoorden. Oh, yes. Dames en heren, ik wil nog even aan u kwijt. U speelt dus ook deze week met het extra A-grid. Weet u wel, dat extra blok wat al altijd op uw bingo-blokken zat, daar kunt u nu mee meespelen. Extra kansen, kunt u lekker meestrepen. Goed, zijn jullie er klaar voor? A-grid. Ja? Ja. Oké? Ja. Stel je vraag maar. Oké. Wie is de ambassadeur van de postcode loterij? Ron. Henny Huisman. Dat is goed. Nummer 2 is bijgekomen. Ik ga lekker. In welke stad schreef Karl May Das Kapitaal? André. Die schreef helemaal niks. Die schreef niks. Natuurlijk. Nee, die schreef. Nee, Ik die na. Schreef. Ja. Karl May. Nee, Karel is een Indiaan. Ja, jij bent in de warme midden toe. Nee. Het is goed hoor. Het is goed. Heel slecht van je. Ja. Kijk, ja. Laat Van Duin maar schuiven. Goedenavond, geef een beetje weer. Wat zijn we weer beleefd. Karl May was de auteur van Winnetou. En niet het kapitaal. Daar gaan we. Karl May. Nummer, ik weet niet meer wat er erbij gekomen. Goed. Maak de eerste regel af van dit liedje. Ja. Oh, was ik, Benny, bij moeder thuis gebleven. Heel goed. Goed, hè? Ja. Nummer 28 is dat. Goed. Kan ik met jou. Wat is dit? Dit is de thuisbingo. De thuisbingo, ja. De bingo, maar blijf ik dacht dat jullie het elke week keken, dit programma. Ja, natuurlijk, maar er valt nu een bingo thuis. Thuisbingo. De thuisbingo is gevallen. We weten nog niet zoveel hoeveel gezinnen, maar in ieder geval zijn er een aantal gezinnen heel blij gemaakt met 25.000 gulden. En wij gaan hier door. Ja. Perskaart nu? Nee. Want hij gaat lekker. Hij gaat lekker. Jij moet eerst een vraag goed beantwoorden, dan kan je pas... Ik had net een vraag goed. Ja, maar toen vroeg je niet of je een perskaart vroeg. Maar ik heb nu een vraag goed. Mag ik hem een perskaart vroeg? Ja hoor. Ik helemaal niet. Jij krijgt een perskaart. Ja. Nee, hij kan niet bij mij omhoog. Je ziet het wel. Nee, maar dat betekent dat jij hem hebt weggegeven. Oh, ik heb hem weg. Natuurlijk, ja. Hij kijkt niet. Ja. Ik gaf hem aan André, hoor. Maar hij zit er ook in. Ik geef alleen maar weg als iemand goed gaat. Ik ging helemaal niet goed. Geef niet. Ik doe niet mee nu. Ja, even niet. Niet. Nee, nee. Kijk, je mag wel meedoen. Oh, wel. Maar, ja, maar kijk, dan kom je er weer uit. Dus als je nu goed antwoord geeft, dan kom je eruit. Oh, geen punt. Als je dan wat weer je goed antwoord... Krijg de pest. Ja. Hoe heet het informatieblad van de postcode loterij? Ja, weet ik. André van Duin. Nee, wacht even. Buitenhuis. Buitenclub. Sorry, het moet in één keer goed, hè? Ja, het moet in één keer goed. Buiten, het is niet goed. Buiten, iets met buiten. Nee. Buitenkans. Buitenkans. Dat zeg ik, buitenkans. Nee, buiten zei ik. Ik zei buitenkans. Kan de band even terugkijken? Nee. Jawel, band buitenkans zei ik. Ik wil niet vervelend zijn, maar je zit dus nu in een rode perskaart. Ah. Nou. Met een rode pesca. Ja. Ben ik nu alles kwijt, mijn huisbouw, ik alles. Ik vind het hartstikke leuk. Volgende week weer. Ja, graag, nog graag. Zeg maar erg veel plezier, hè. Een rode pesca. Goed. Maar doe ik nou helemaal niet meer mee? Nou, even niet één beurt. En dan moet je nog weer goed antwoord geven om uit die perskaart te komen. Ik wacht even. Ik ga rustig naar wachten. Ja. Ik ben er even. Ja. Goed. Ik durf het niet te stellen. Hij weet het toch niet. Hey, welke oud-minister van Milieu is nu... Ja, ja! Die wist ik! Ja, die wist ik! Hoe mogelijk? Uitgerekend stel je het. Ron! Charles de Voer. Zeg het eens. Charles de Voer. Charles de Voer? Nee, Ron, zeg het. Nelly Smit-Kroes. Wel, nee! Wel, nee! Oh, wat dom! Oh, wat dom! Het is niet dom! Natuurlijk is het dom! Nee, die is een oud minister. Wel, ja, iedereen is zo. Maar veel. Je laat me niet uitpraten, kijk. Nee, maar hij praat er steeds doorheen. Maar kijk, de rode pest. Vince Mears! Nou, jongens. Ja, heel goed, Wendy. Treed op.
Welk oud-minister van Milieu is nu voorzitter van het Natuurmonument? En dat was... Wint Nijpels. Nee, dat was het Wereld Natuurfonds. Maar ook van Milieu. Nee, ja, nee, maar niet van de Natuurmonumenten. Ik zeg nog, vraag die man nou niet. Je ziet nou wat narigheid op jou. Oké. Wat een drama dit, jongens. Kan ik alweer meedoen? Ja, jij doet vol mee. Je doet vol mee. In welk dier wordt geprikt bij kinderfeestjes? Wendy? Ezeltje prik. Dat is goed. In een ezeltje. Ja, dat weten wij. Dat weten zij. Dat hebben wij. Dat maken wij niet. Limonade. Oh, dit is wel leuk voor jou, Dre. Als jij nog een video recorden wil, moet je niet meer aan de knop komen. Ja. Dit is wel leuk voor jou. Luister. Jullie mogen allemaal meedoen, hoor. Ja. Dank je. Welke literaire stijlfiguur wordt... Horen we in, wat zou mijn zusje zeggen als de zon in de zee zou zien zakken? Ik weet het zelf ook niet. Kan je de vraag nog drie keer herhalen? Nou, ik wist het zelf ook echt niet. Het was een alliteratie. Oh, mogen wij een wat? Een wat? Een alliteratie. Ja, ja, had jij geweten. Ja. Maak de eerste regel Maar dat komt omdat ik dan al erudiet ben. No. Ja, ja, nee. Oké, jongens, even serieus. Ik heb hem door, Dre, ja. Serieus. Maak de eerste regel van dit liedje af. Oh, het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Heel goed, Wendy. Ja, zij is binnen. Ja. Welke Amerikaanse president sprak in Hamburg de beroemde woorden? Jongens, André. Ik ben er al, ja. Kennedy, die zei, ik ben een Berliner. Maar dat wilde ik niet vragen. Maar hij zei het wel. Nee, maar ik wilde het niet vragen. De Amerikaanse president zei in Berlijn, dat zei Hamburg. Oh, 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 ik ben een hamburger, zei hij. Ja, maar dat was ook de vraag. Zit goed. Zit je weer in de rode perskaart? Ja, verschrikkelijk. Ik hou weer wachten. Zou ik in de hoek staan? Heb je een rode perskaart? Hoeveel, ja, precies. Oh, hoeveel gulden win je bij ons met de straatprijs? Straatprijs? Bij ons, hier, bij het bingo. De straatprijs. Moet jij weten? 7 miljoen. Nee, ja. Het zal even lekker worden. 3000 gulden. Tuurlijk. Van, ja, meer keuzevraag. Van welke van de volgende Nederlanders heeft geen huis op Aruba? Is dat A? A. Corrie van Gorp. B. Major Boshart. Of C. André van Duin. Wendy. Major Boshart. Dat is goed. Ja? Ben je het zeker? Ja, nee. Welke schatten heeft de vorige week geborgen Duitse onderzeeër tot nu toe, André? Hij heeft er geen schatten. Had een paar dozen condooms. Ja? Ja, ja, en? En twee wil ik er horen. Twee? Nou, twee dozen condooms. Ja. Nee. Goed. Over elkaar heen. Safe sex. Nee. Nee? Nee, het was wijn en condooms. Nou ja. Ja. Zit erbij. Ja. Jee, wat kan ik hem de pers? Weer in de rode perskaart. Weer? Je bent er nog niet uitgekomen. Nou. Ik ga lekker. Wat is het laatste woord van André van Duin in de Nationale Postcode Loterij commercial? Ik weet hem. Oh, ik weet hem. Ron. Trut, dat je dat niet weet. Ja. Dat is goed, trut. Ben jij? Ja, ik weet het mezelf, ja. In Blijham mee, is een bijzonder museum opgericht. Wat kun je daar bewonderen? Waar? In Blijham. Blijham. Henny Huisman zou het weten. Ja. Wendy. Varkens. Dat is goed. Door Henny Huisman. Ik zou nog weer voor ja. Wat zou je graag willen? Iets, goed, ik mag grabbelen. Oh, ik zal het even uitleggen wat er nu gebeurt. Nou, alsjeblieft. Ja, dat doe ik. Doe niks anders hier. Ja. Hè? Dames en heren, hier in de zaal, dat is heel belangrijk voor u. Want we gaan weer zo'n persoonlijk lotnummer trekken. Mooi. En met diegene gaan we de finale spelen. Samen met Wendy mag u dan de finale spelen. En dan komt u heel dichtbij die prachtige reis. Oh. Oké, okay. Wendy. Dat is 6901 KS 022. Meneer, bereid u maar als pas voor, want wij gaan met
met z'n drietjes de finale spelen. Tot zo. Je kunt eraan, hoor. Goed. Ik ga afscheid nemen van jullie. Mooi. Wordt leuk? Heel erg leuk, vond ik. Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt. Mag ik je hartelijk bedanken, André? Oké, okay, schat. Weet je wel? We zien elkaar weer bij Wie ben ik? Bij Wie ben ik, hè? Ja. Nee, dankjewel. Wendy, wij zien elkaar zo. Ja. Ron, wordt leuk? Ik vond het enig. Oké, okay, dankjewel. Bedankt. Goed. Jullie krijgen een bos bloemen en je deed van de Piekelen. Ja, vond je het goed? Oh. Ik deed, wie ben ik bij je? Maar hier doe je het. Ja? Oh, fijn, dank je. Hartstikke wel. Mijn dank gaat echt uit aan jullie. Dames en heren, geef ze een warm applaus. Dank jullie wel. André van Duin, Wendy van Dijk en Ron Brandsteder. Dames en heren, ik weet nog niet hoeveel thuisbingo's er gevallen zijn. De computer is het nog aan het uitrekenen. Maar we gaan eens even een resume doen van alle getallen die gevallen zijn tot nu toe. Er komt ie. Nummer 1, 2, 4, 9, nummer 10, 13, 15, nummer 18, 19, 21, 22, 24 en 25, 27, 28, 31, 32, nummer 35, 36, 37, 38 en 39. En het laatste getal, nummer 41. En tot mijn grote schrik, volgens mij zijn er nog nooit zoveel gevallen, er zijn 18 thuisbingo's gevallen. Gefeliciteerd. Ja, vind ik, nou, dat vind ik veel, hoor. Ja. Goed. Maar we zijn nog lang niet klaar, dames en heren, met geld weggeven. Want het is de hoogste tijd om weer eens de straatprijs weg te geven. Ik had het er net al over. 3000 gulden. En die is gevallen in de straat in Mierlo. Zijn er mensen uit Mierlo hier? Nee. De postcode is 57.